De gloeilamp, ja, want dat is nou werkelijk een uniek voorwerp. Want de gloeilamp is eigenlijk een, een centraal onderdeel van de immense technologische revolutie van de 19e eeuw, natuurlijk. En die heeft het zover gebracht dat die nu verboden is. Je mag in de Europese Unie geen gloeilampen meer verkopen. Dat al sinds, ik geloof, Engeland begonnen is in 2006. En, en de Unie zal misschien kort daarna, maar in ieder geval. Gloeilampen zijn strafbaar geworden. Ik begreep wel dat als je de weg kende. dat je nog steeds wel een gloeilampje kon krijgen. Sterker nog, ja, nee, ik kan dat natuurlijk niet uit de school klappen. over winkels hier in de buurt. Je, als je dat wilde, nog wel een gloeilampje kon krijgen. Omdat veel mensen zeiden natuurlijk. het is een gezellig licht. Beetje gelig, hè? Ja, het is precies. Het, het doet een beetje denken aan het spectrum van de zon. waardoor, waardoor het wel een fijn. Een soort van, misschien ook een beetje kaarsachtig. Het, 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 het schept intimiteit. Hè? Terwijl ledlicht moet aangepast worden. En ledlicht was natuurlijk erg, erg, erg blikkerig, maar dat is tegenwoordig veel subtieler. Tegenwoordig kun je ook ledlicht met een knopje draaien. Tegelijk, aanpassen aan de behoefte aan gezelligheid. En dus mensen vonden het wel fijn om nog gloeilampen te hebben. Punt 1. En punt twee zei ik dat, ik herinner me nog dat dit verbod uh, werd bekendgemaakt. Dat Toen iemand in een ingezonden brief in de NRC had, en ja, het was toch jammer dat die gloeilampen er nu uit moesten. Omdat het zulke prettige bijverwarming was in de winter. En daar zat wel wat in. Ik heb mijn handen wel eens gewarmd aan mijn beide bureaulampen, hè, dat je denkt van ja, koude handen. De wind fluit door de kieren van je, van je zolderkamertje, kun je je handen lekker warmen. Ja, maar eerst die gloeilamp. Want ik, ik moet nog uitleggen waarom het een zo'n kardinale uitvinding was, de gloeilamp. Je begrijpt ook wel dat er al heel vroeg in de 19e eeuw wordt eraan gewerkt. Die ideeën zouden het toch wel ontzettend fijn zijn als we in die klote kaarsen af zouden kunnen komen. En we zouden een permanente lichtbron kunnen ontwikkelen die we aan kunnen schakelen. als de zon het gedurende enige tijd af laat weten. wat hij eigenlijk voortdurend doet, elke dag bijna. Sterker nog, elke dag. Niet bijna, maar elke dag. Ja, dus zeg maar vanaf het begin van de 19e eeuw heb je experimenten. Eh, eigenlijk een van de allereerste is de koolspitslamp. Eh, die door een Engelsman wordt, wordt uitgevonden. Dan heb je twee, twee, twee koolspitsen. En daartussen wordt spanning gegenereerd. En dan krijg je een enorm heldere wit licht, eh, lichtbron. Ook, ook in, bij, bij straatverlichtingen, een aantal tientallen jaren later, en dat is ook met, aanvankelijk met koolspitslampen gedaan. Maar iedereen begrijpt wel dat dat toch heel lastig is. En je moest dat voortdurend bijstellen, omdat die, die kool die sleet door, die, door die het gebruik van die, van die hoge elektrische spanningen. Dus het idee was: we moeten een ander type van lampje uitzien te vinden. Men was ook al wel tot de overtuiging gekomen dat dat zou moeten gedaan worden met een gloeidegraad. Want, want men had al wel stroom gezet, ik geloof op een, op een wat was het, uh, hoe weet dat nou, uh, een edelmetaal. En als je daar een flinke stroom op zet, dan gaf het licht. Allerlei dingen waar je een flinke stroom op zet, die geven licht. Het nadeel is, je kunt er een flinke stroom op zetten, dan geven ze licht. Dat zal heel snel verbranden en, en ja, dat, dat het dan ophoudt. Dus dat het gloeidraadje een heel beperkte levensduur heeft. Eigenlijk zie je in de hele 19e eeuw het zoeken naar een geschikt gloeidraadje. En degene die de gloeidraadjescompetitie winst is Thomas Alva Edison. De beroemdste uitvinder van de 19e eeuw. Een bezitter van, ik meen 1100 patenten of zoiets dergelijks. Edison die wint ook een of andere competitie, letterlijk een competitie. Ik geloof in 1879. En zijn gloeidraadje is een verkoolde bamboevezel. En als je daar stroom doorheen jaagt, dan geeft het een vrij aangenaam licht. En dat ding blijft relatief lang branden, maar ook niet weer verschrikkelijk lang. Hij had dus dit probleem was in ieder geval tijdelijk opgelost, want het bleek tijdelijk te zijn. Want in de gloeilampen die nu verboden zijn, zit natuurlijk geen verkoolde bamboevezeltje, daar zit wolfraam in. Toensten in het Engels. En dat is een metaal wat, wat, wat het vrij lang volhoudt. Hè? Ik geloof, de brandduur van een gloeilamp is duizend uur of zo. En dan heb je natuurlijk nog allerlei mensen die zeggen, het is expres zo kort gehouden. Want ja, anders, ja, anders zit je met een probleem dat je. ze allemaal onder duizend uur zouden branden. Dat, dat je er geen geld aan kunt verdienen. Dus we doen duizend uur. Er schijnen wel een soort van bewijzen voor te zijn. dat de producenten van gloeilampen in de 20ste eeuw. gedacht hebben: nou. we moeten het niet overdrijven, die brandduur, We komen daar zo over te spreken, over de brandduur. En, dus met Wolfram, Toensten. Is dat, uh, is dat goed te doen? En dan bovendien in een vacuüm, ik weet niet, je hebt wel eens een peertje laten vallen, dan doe je hem. Ja. Heeft, geeft het zo'n plof. Precies. Ook als je hem dan aanzet en hij is eigenlijk opgebrand, dan gaat hij nog heel even aan en dan. tik gaat hij. Dan... Ja, maar als het peertje kapot gaat, hoor je zo'n plofje. Dat ja. is omdat het een soort. Het is gewoon ook een beperkt vacuüm in ieder geval. En nou ja, we hebben ons hele leven met die dingen gedaan. Ik was er altijd heel tevreden mee. Ja, je brandde je poten eraan. Als ze kapot gingen en je wou ze iets te snel eruit schroeven, dat is allemaal wel waar. En Heb je ze nog? Dat lampje wat ik daar zie, dat is, dat zal geen, dat is geen gloeilamp hè, bij de deur. Nee, dat is allemaal led ja, ja, ja. Zeker hier, zeker dit type van lampjes, dat is allemaal led. We zullen komen straks over de LED-lampjes te spreken. Een totaal ander principe. Dat is in feite een diode waar het stroom doorheen loopt. Die geeft ook licht. En aanvankelijk kon je er alleen rood licht mee maken en zo. En zat het in. Een van die schermpjes, maar daarna is dat heel snel in ontwikkeling gebracht. Daarover later meer. Wat Edison prima begreep, is dat je, het hartstikke fijn is dat je een gloeilamp hebt. Maar wat heb je daarvoor nodig? Stroom. Dus, ja, als je er wel eens heen van: lekker lampje, maar ik heb geen stroom. Dan heb, je niet, dan heb je er niet veel aan. Dus hij heeft eigenlijk direct een apparaat opgezet, wat stroom zou distribueren: een elektriciteitsnet. En daarmee daar stoot gegeven tot wat ik, wat ik altijd maar noemde de, de, de stopcontact samenleving. Dat die hele huis zit voor met stopcontacten. Als je nou de stofzuiger hebt of je stomme computer of weet ik wat het precies is. Klak, je doet een stekkertje erin en daar hebben we elektriciteit. Je bent Stop. ook pisneidig als je geen elektriciteit hebt. Nee. Juist als tegenwoordig valt het nog wel eens uit om dat veel drie, vier jaar. Valt de elektriciteit. Dan merk je pas. Je kunt de kaarsen niet vinden. Hè? De, de vaccinerichtjes zijn verdwenen. Je bent volledig onthaald. Die computer doet het niet. Het enige wat nog werkt is de ouderwetse telefoon. Want die is afhankelijk van een ander net. Hè? Dus doe hem niet weg, mensen. Ja, de mobiele telefoon. De kans dat je die palen zijn waarschijnlijk ook. Onafhankelijk ja. van het elektriciteitsnet. Er zijn wel natuurlijk aggregaten uh, uh, die ondergaan Ja, dat staat. moet je hopen natuurlijk. Ziekenhuizen die moeten ook, hè, als zodra de stroom uitvalt, moet dat aggregaat opstarten. Je weet uh, dat het vaak niet zo is. Hè. Dat het aggregaat niet opstarten. Dan ruik je zo'n diesel lucht en je hoort natuurlijk dat ze aanstaan. Ja. ja, maar soms doen ze het niet en dan ben je goed te klossen natuurlijk... Omdat als je op de een elektrisch aangedreven ventilator staat, dan is dat niet zo fijn natuurlijk. Maar goed, dus Edison begreep, ik moet een apparaat opbouwen, een elektriciteitsopwekkend apparaat, en bovendien een netwerk. En dat heeft hij gedaan. En je nee, begrijpt, dat begint in de grote steden, maar wordt dan geleidelijk aan uitgebreid. En nou ja, voordat het Amerikaanse platteland op het netwerk werd aangesloten, dan zitten we echt een klein honderd jaar verder, bij wijze van spreken. Maar... Daar heeft hij ook ontzettend veel aan verdiend. Je weet dat de grote New Yorkse elektriciteitsmaatschappij, daar zit Mas Edison in de naam. He, dus hij, hij heeft daar uh, heel goed op gepreludeerd. Daar kwam het in, aanvankelijk werd dat aangedreven met stoommachines later waarschijnlijk met diesels en ik weet niet wat het nu is. Misschien wel straalturbines. maar je moet het wel op een of andere manier doen. He. Meestal zijn het stoomturbines ook tegenwoordig nog. Ik heb begrepen. Dat toch een, de meerderheid van onze stroom die wij hier gebruiken opgewekt wordt met, met stoomturbines. Dus je moet hitte genereren, water in stoom veranderen en dat zet je op de turbine. Prachtig ding, stoomturbine. Nee, maar mensen moeten even, mag ik nogmaals opwekken, kijk even in de Wikipedia naar de stoomturbine. Een magnifieke, in feite de... De totale uiteindelijke perfectionering van de stoommachine. Die, die eigenlijk zelf vrij primitief werkt. Maar de stoomturbines. Die is uitgevonden door meneer Parsons. In de late 19e eeuw. En dat is een geweldig verhaal. Echt een geweldig verhaal. Dat Parsons die stoomturbines had geïnstalleerd. In een klein bootje. Een soort motorbootje. Ja, letterlijk was het dat. Met een, met een heleboel schroeven draaien En toen had het de, de Engelse marine had een marinedag. Je weet, dat hebben marines altijd. En toen koerste hij met dat bootje. Dat was op dat moment het snelste bootje ter wereld. Om natuurlijk de Engelse admiraliteit te overtuigen van het feit. van de totale superioriteit van de stoomturbine. Boven de normale ouderwetse stoommachine. En zo is het ook gegaan. Hè? De Dreadnought, de fameuze. Engelse oorlogsschip van de vroege 20 e eeuw. werd aangedreven met stoomturbines. Je weet, de meeste moderne oorlogsschepen. worden aangedreven door gasturbines. Gewoon waarmee vliegtuigen ook worden aangedreven. Daar kun je ook lekker vaart mee maken. Het zijn vaak hele, hele snelle schepen. Wat ook weer voordelen heeft en nadelen ongetwijfeld. Ja, zodoende. Dus wordt de elektriciteitsopwekking. die, die wolfram komt zo begin 20ste eeuw. En ja, vanaf dat moment. Is de wereld vol van gloeilampen? Hè. Iedereen kent tegenwoordig die foto's waarbij je de planeet Aarde bekijkt van, van, van afstand van een miljoen kilometer of zo. En dan kun je zien waar de planeet verlicht wordt en waar niet. Ik vind het altijd aangrijpend om te zien hoe, je, hoe die landen in elkaar. Eh, de Verenigde Staten, die. Eh, West-Europa, dat is één lichtzee. Dat is echt. Londen en dan heb je natuurlijk de, de lage landen en dan heb je het oergebied. Dat is één grote lichtzee. Maar Amerika bijvoorbeeld is ten westen, ten oosten van de Mississippi een lichtzee. Dan krijg je toch gedeeltelijk een totale duisternis. En dan zie je pas weer in Californië is, het weer een lichtzee. Maar dan kun je heel goed zien hoe zeer de bekende flyover country, de Great American Heartland in feite totaal onderbevolkt is, om het maar even zo te zeggen. Afrika in hem dit he, Ze aan de Noordkust wacht. Ze hebben een de kustgebieden, nou ja. He. En China ook in het oosten? De Great Black of Heart, heart of Africa. Afrika is dus niet flied. Niet en natuurlijk grote stukken van Tibet en uh, de Gobi Woestijn, nou ja, gaan zo maar door. Dat dat ligt daar. Hoe is het in door. Rusland eigenlijk? Moskou? Ja, Moskou, Petersburg. Zo'n beetje. Dan natuurlijk ook in het zuiden, denk ik, in Zee van Odessa, die, die, die plaatsen daar. Sebastopol neem ik aan. Je hebt natuurlijk ook nog wel een paar wat, nog wat, wat steden in het Oeralgebied. Uh, maar ja, voor, uh, die dennenboompjes die uh, worden alleen met de kerstmis verlicht natuurlijk. Uh, nee, het is, het, het, je kunt eigenlijk aan de verlichting van de planeet, kun je feilloos zien waar geld verdiend wordt en Waar de mens nog onder, onder betrekkelijk primitieve omstandigheden leeft. Dat is allemaal aan het licht, is dat te zien. Dus, nou ja, sinds die tijd hebben we allemaal gloeilampen eh, gebruikt. Maar de gloeilampen, ik, heb ik het al, al aangegeven, heeft natuurlijk één gigantisch nadeel. Namelijk dat die van de toegevoerde energie, daar gebruikt hij maar 5% van om licht te geven. En die andere 95% geeft hij. Geeft die warmte vandaar dat ze ontzettend handige straalkacheltjes ook zijn in de, in de winter. Niet duurzaam dus. Niet duurzaam omdat ze bij duizend branduren hadden, maar ook niet duurzaam omdat het enorme energieverspillers zijn. Of je moet zeggen, nou, ik vind het wel leuk dat het met een beetje licht, dat er ook bijverwarming aan bijgeleverd wordt. Maar. Dus, nou ja, op een goed moment is een andere lichtbron ontdekt. Dat is dus de diode. Ja. Als je daar de nou, uh, stroom doorheen laat lopen. Ja, wat is een diode, dat is geloof ik een soort, soort, soort schakelaartje, Je kunt stroom wel de ene kant op doorheen laten lopen, maar niet de andere kant op. Vraag me niet hoe het in elkaar zit, want ik ben niet technisch genoeg om dat allemaal fijn uit te leggen. En aanvankelijk, dat is LED-licht. Light-emitting diode. Nee, dat, dat is vandaar de afkorting LED. Aanvankelijk konden we daar alleen van die rode cijfertjes mee maken of, of een waarschuwingslichtje, dat soort van dingen. Maar mensen begrepen toch wel dat we dat moesten ontwikkelen en geleidelijk aan hebben we dat gedaan. En vanaf de late jaren negentig kon we eigenlijk met ledlicht alles. En je kon het geel maken, groen en rood. Vaak heb je van die verlichte gebouwen waar je ook weet, je kunt nu wel een knopje draaien en dan verandert de, verandert de aard van het licht in feite. Ja. Uh. De, de, de LED, het LED-licht heeft enorme voordelen. Het gebruikt maar 50% van de elektriciteit om hitte op te wekken. Een LED-lamp moet wel gekoeld worden, want als die te warm zou worden, dan neemt in feite de effectiviteit, de lichtopwekking, die neemt af. Maar hij is ontzettend veel zuiniger met die elektriciteit dan een normale gloeilamp. En hoe wordt die gekoeld dan? Ik weet niet precies hoe ze dat doen. Daar zit volgens mij een soort. Een soort metalen koellichaam in, als ik het dan maar goed begrepen heb. Uh, de LED-lamp heeft nog een ander gigantisch voordeel: dat die namelijk. Uh, nou, je hebt er bij die matige aantal. Maar je hebt er bij die 40.000 branduren hebben. En naarmate ze beter worden, is, is dat toegenomen. Ik geloof dat, dat men denkt. allermaximaal van 50.000 branduren. Dus dat is 50 keer zoveel. als de klassieke gloeilamp. Nu begrijp je ook. Waarom de EU zei, ja wacht nou eens even, de ouderwetse gloeilamp is dermate ongelooflijk inefficiënt. Die, moet, die gaan we verbieden en dan op die manier, niet waar stimuleren, we de ledverlichting. denk ook bij automobielen is het ook zo gegaan, hè, dat we diverse stadia van moderne verlichting hebben. Ik weet wel, nog twintig jaar geleden hadden wij een auto nou eh, van verlichting. Het was eigenlijk nauwelijks sprake, ik heb was gezegd, volgens mij zaten er bij ons twee vaccinelichtjes in. Veel meer was het niet en tegenwoordig genereer je met je auto een immense lichtzee, want dat zitten, er zitten aan beide kanten in mijn geval althans drie ledlampen als ik het allemaal goed gezien heb. Dus ja, de ledlamp wint op alle fronten. zoals gezegd, al jouw lampjes hier in die auto, dat is allemaal ledlicht en ik denk dat de meeste mensen al lang zover zijn. Het is voor jouzelf ook een groot voordeel, want je gebruikt dus veel minder. Air elektriciteit. Nu is het zo dat de lichtopwekking dat is in slechts 12% van de totale elektriciteitsopwekking. Dus het is een vrij klein deel. Maar goed, als je daar toch de zaken zou kunnen halveren of meer, laat staan nog aantal branduren, dan moet je dus zeggen dan is dit wel een hele leuke technologische ontwikkeling. Maar zonder de gloeilamp zou die hele elektrificatie van onze samenleving waarschijnlijk toch aanzienlijk langzamer zijn verlopen. En bovendien was de verlichting voordat de ledlamp kwam vaak gasverlichting. Ja, je moet maar eens kijken hoeveel schouwburgers er zijn afgefikt in de 19e eeuw. Hoeveel huizen er zijn afgefikt. Omdat je begrijpt wel gasverlichting. Heb je hebt een gasmuntje, dat moet je aansteken. En dan heb je dus de bekende gaslamp. Dat is niet best. Dat is echt een bron van. Nou had je natuurlijk nog de petroleumlamp. God ja, petroleumlamp. Mijn moeder had nog een petroleumstelletje. Dat is maar weer wat anders. Daar kon je dingen langdurig op warm houden. Maar had ook petroleumlampen. Vandaar dat men, vandaar de uitdrukking hang bij u de lamp scheef. Want als het bijna op was, dan kon je hem scheef hangen. En, kwam er nog. en waarom moest je hem dan scheef hangen? Omdat je geen geld had om een volledig nieuwe lading petroleum te komen. Dus de, als iemand tegen jou zegt, hang bij de lamp schreef, dan bedoelt hij eigenlijk, eh, bij je slechte kas. Nou ja, moet je bezuinigen. Leuke uitdrukking, waarvan je nu al zeker weet dat die totaal zal verdwijnen. Ik heb hem ook al, ik denk 40, 50 jaar niet meer gehoord. <laughs> dat moet ik er wel bij zeggen. Ja, maar de gloeilamp is toch een, een, een essentieel onderdeel geweest van die immense revolutie die de 19e eeuw veroorzaakt heeft op technisch gebied. Wordt hij nog ergens gebruikt? Buiten, buiten Europa? Ik denk het wel. Want er moeten. Ik, ja, ik denk wat er nog clandestine voorraden zijn. Wie zal het zeggen? Ik weet niet ik weet of ze goedkoper zijn. Dat, 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 zie, dat zie je aan. Dat ik heb helemaal geen prijsbewustzijn. Dus ik, ik zou niet weten of ledlampen duurder zijn dan gloeilampen. Ja of nee? Ik vermoed wel. Omdat. Ik, weet, ik neem aan dat je ook thuis ledlampen hebt. We ja. gaan zien dat ze ziet zit vrij complex in elkaar, toch? Zo'n ja, ja. hè met van die, van die, met van die leuke piletjes eraan en zo. die het ja. licht veroorzaken. Je kon bij de groei dan nog wel zien dat dat was redelijk basic. Ja, dat is namelijk een gloeidraadje. Ja. Dat is, en daar gaat stroom doorheen, dat is alles. En als je heel veel stroom doorheen, dan gaan we een deel heeft hij veel licht. maar goed, dat is bij de ledlamp ook zo. ja, is die nog eens al wel ergens in het museum zijn opgenomen, zo'n gloeilamp? dat moet daar zonder veel. twijfel is er een gloeilampenmuseum, vooral omdat natuurlijk ook, ook daar is een geschiedenis aan verbonden. En nou, met name die gloeidraad, daar zijn allerlei experimenten mee gehouden. misschien dat Philips nog nog. Ja, je begrijpt nu ook een beetje na dit verhaal waarom Philips uit de lampen is gestapt, want ja, de kans dat daar dik aan verdiend kan worden zoals vroeger, die is een stuk minder geworden. Terwijl natuurlijk de mogelijkheid om te verdienen met medische apparatuur is. meer of meer ongelimiteerd. Hm. Welke rol heeft Philips nog gespeeld in, die, in de hoogtijdagen van de gloeilamp? Nou, niet in de uitvinding, maar wel in de productie. Ik geloof dat Philips uh, in de jaren negentig begonnen is met de productie van gloeilampen. van de 19e ja. eeuw. Want Eindhoven werd Lichtstad nog steeds ja, genoemd. Ja, hè? zeker, zeker. Nou, nog steeds, dat Ja, ja ze hebben nog een lichtfestival ook ieder jaar. Ja? Ja. De... Oh. Gebruiken ze nog steeds die naam in de marketing? Oh, nou ja, dat God, ik wens ze al het beste toe. Het klinkt een beetje ouderwets eigenlijk, gek genoeg. Lichtstad? Uh, ja. Ja. ja, Philips is, uh, nou ja, hoorde tot de grotere wereldwijde producenten van licht. En hij heeft natuurlijk weer allerlei andere bedrijven opgekocht en zo. Uh, en is nu, nu helemaal uitgestampt. Ja, ze maken nu wel nog tandenborstels. Hè? Dus ze doen inderdaad die medische apparaten. Die oh, je nou ja, daar zit nog geen lampje in, of wel? Nee, het, Nou ja, een klein lampje als die je oplaadt. Ja? Oh, oké. Okay. Maar dat is, is natuurlijk ook wel malet. Ja, ik heb geen elektrische tandenborstel. Doe je nog met de hand gewoon? Uh... Nee, ik heb een fantastisch soort van borsteltje. Ja, dat is mij aanbevolen door de tandarts. En maar daar moet je wel op een knop dat drukken. Dat, nee, dan hoef je, je hoeft helemaal niks. Je moet handvaardig zijn en een, en een gevoel voor de fijne motoriek. Oh. Het, is, het is een, een staafje, zou ik maar zeggen, een handvaatje. En 90 graden, daarop staat een heel fijn klein borsteltje. En dat is bedoeld om tussen de elementen goed schoon te kunnen maken. Want daar draait het om. Laten we zeggen de voorkant en zo. En, en wat, je, wat je ziet, is houdt grotendeels zichzelf schoon. Maar tussen de elementen, dat moet je met dat speciale borsteltje. Misschien heb je zo'n zo dingetje, zo'n klein dun dingetje. Ja, en ze staan daar elke avond sta ik daar te pielen met dat borsteltje. Hè? En dan breekt het weer af en dan moet je weer een nieuwe pakken? Nou, precies. Dat is, het is, ik verslij nogal wat van die borsteltjes, ja. Toen had ook ik er al... een gigantisch pakket van aangeschaft. Dus... Ja. Maar dan heb je daarnaast toch ook nog wel een normale borstel? Jawel, ik poets. als ik dit, al dit werk met de fijne motoriek achter de rug heb, dan poets ik met een normale borstel. Ja. Overigens, mensen die dit luisteren en die denken waarom zitten ze over gloeilampen te lullen terwijl de wereld in brand staat, dan is dit omdat dit eerder is opgenomen. Ja, nou ja, we hebben, zie je uitgebreid, aan de wereldbrand aandacht besteed. Ja, kom in de moeten mensen, moeten mensen Drie doen. kwartier, zestig minuten van, dit, uh, van deze podcast. Ja, precies. Maar er zijn altijd mensen die dan zeggen: ja, waarom, uh, waarom zit je? dat was de vorige keer ook, toen ging het over de, 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 de laadpalen. De gele. Nee, niet de laadpalen, de gele AWB-palen langs ah, de weg. Ja, nou, ik zou zeggen: luister nu. Uh, Zet het even terug, u kunt ja. luisteren naar het eerste uur ja. en u wordt nauwkeurig geïnformeerd over die zaken die u kennelijk wel belangrijk vindt. Precies, en er zijn altijd nog, uh, uh, als, als je nog zaken hebt uh, uh, die vergeten zijn, want dit is ook weer zo'n vergeten voorwerp, dan kun je het laten weten. Iemand zei nog van een apparaat waar je aan moet draaien en daar kun je dan bonen mee snijden, dat, dat is ook helemaal vergeten. Het snijbonenapparaat. Snijbonen, ver... ja zeker, dat is een snijbonenmolentje. Ja. Ja, mijn grootmoeder had een snijbolenmonetje en, en ik vond het als kind geweldig. En dan je ze er bovenin stoppen en dan moest je met dat, met dat wieltje draaien en dan kwamen er zulke stukjes kwamen eruit. Ja, maar het bestaat niet meer, al wat dan zo. Ja, dat bestaat nog wel hoor. Ja, maar ja voor liefhebbers, die kunnen nog uh, zonder enig probleem hun vingers in een snijbolenmonetje steken. Maar het is wel een vergeten voorwerp toch? Een beetje wel, ik heb nog altijd nog een, een, een vergeten voorwerp in gedachten. Namelijk de optische telegraaf. Dat, die doen we volgende keer. Okay. Optische telegraaf. Ja. Hartstikke interessant eigenlijk.